En de eerste fase voor het opzetten van een multicultureel centrum van NACS is gisteren afgerond. Het gaat in deze om het dak van het centrum. Bij de ingebruikname zei NACS-voorzitter Siegmund Staphorst dat dit centrum ook gebruikt zal worden voor conferenties en workshops. Staphorst gaf aan dat met het multicultureel centrum de organisatie op den duur haar eigen inkomsten zal kunnen genereren. De volgende stappen die nu moeten komen is langzaamaan een conferentieruimte bouwen, zo open mogelijk. Dus het wordt een conferentieruimte waarbij eigenlijk de deuren allemaal opengegooid kunnen worden, zodat dit één geheel vormt. En we gaan workshopruimtes maken en step by step gaan we er komen. Nu hebben we Staatsolie bereid gevonden om de eerste fase te financieren van dit meerjarenproject. En Godo aan onze zijde. Met Godo aan onze kant en de mogelijkheid om leningen te nemen bij Godo, kunnen wij er zeker van zijn dat we de volgende stappen kunnen zetten. En ook met donateurs aan onze zijde. Individuele donateurs die allemaal 1000 SRD hebben gezet via een campagne. Langewaan Doesoen Jinax. Zo hebben we in elk geval de 50.000 bij elkaar kunnen krijgen die we als eigen bijdrage nodig hadden om dit dak te realiseren. En er was een eigen bijdrage die hebben we uit onze spaargelden gehaald. Dit is heel belangrijk dat we dit hebben kunnen doen. En het wordt belangrijker om de rest eigenlijk rond te krijgen, omdat we daarmee ook inkomsten kunnen genereren voor de organisatie. Staphorst zei dat de COVID-pandemie heel stagnerend werkt op het streven van NACS om zelf inkomsten te genereren. We krijgen geen subsidie, dus we moeten het doen met de eigen verdiensten. En dit geeft ons de mogelijkheid om zelf geld te verdienen. Maar dan moet COVID ook overgaan. Want als het COVID-tijd is, kunnen we gewoon de zaal niet verhuren. Omdat niemand komt, niemand mag, geen enkele organisatie mag activiteiten ontplooien. Nou, dus eigenlijk zitten we in een cirkeltje nu. Maar voor de toekomst, want wij gaan ervan uit dat de COVID-crisis een keertje overgaat. En dat we dan ready zijn om dan de activiteiten te houden en de ruimtes te verhuren. Siegmund Staphorst, voorzitter van de culturele organisatie NACS. Zij sprak gisteren bij de oplevering van de eerste fase van het multicultureel centrum. Het opzetten van dit centrum is een meerjarenplan.